Goedenavond. De gezonde vrouw. U denkt nu, Martien Preenen, die weet dat allemaal. De gezonde vrouw. Wel, ik denk dat ik zoveel weet over de gezonde vrouw, vooral omdat ik heel veel weet over de ongezonde vrouw. Ik ben zot van vettig eten. Hoe vettiger, hoe prettiger. En dat is eigenlijk allemaal ontstaan in de tijd dat ik model was. Ja. Dan hadden we een modeshow gelopen en dan gingen we nog een frietje eten. En ik wist dan waar we naartoe moesten. Ik had toen een stoof die altijd op standje max stond. Zo. Ik verbrandde goed. Ik had toen een lichaam zo gelijk een zandloper. Goed voorzien van oren en poten. Ja. En dat verbrandde goed. En ja, die zandloper van mij, op een bepaald moment had ik zo de indruk dat mijn zandloper, dat je zo naar elkaar toe ontkomen was. Zo. De naam is Candida en ik ben een schimmel. Ik vind dat flauwekul, want onkel Camembert noemt ze fromage en ik ben ook heel belangrijk. Ons ma en ons pa die hebben elkaar leren kennen op een plateau koffiekoeken bij de Carrefour. Toen waren ze nog gewoon gist. Martien Preenen had toen een wegtrekkertje. Die heeft toen 4 koffiekoeken naar binnen gesmeten. De gezonde vrouw. Wel, ik denk dat ik zoveel weet over de gezonde vrouw, vooral omdat ik heel veel weet over de ongezonde vrouw. In de tijd dat ze naar de kwik ging, dat was du labeur, hè? Gelukkig moest ik dat hier niet alleen doen. Ik ben hier met een hele hoop copains. We zijn hier met miljarden goede darmbacteriën. En als er dan zowat van die darmparasieten en toeristen die er niet moesten zijn, bleven plakken, dan spoten wij daarop met de oogdrukspuit, met als resultaat sproeipoep. In u zit geen oervrouwtje in. U zit een oermannetje. Jij ging vroeger met een knuppel. Jagen. Tenzij dat je natuurlijk een oermannetje waard dat nog niet uit zijn spelonkske was gekomen. Dat je zei van, ik wil mijn knuppel in een zelfgemakrameed zakje met bloemetjes erop. En at er veel suiker is, hè, dan worden ons ma en ons pa... Ja, dan worden die heel lijvig. Dan zijn we aan met vuil. Waar de candida's kunnen met vuil zijn en heel grote familie. Waar komen dan overal? Waar beginnen in de darmen? Maar waar gaan dan met ons tentakels naar overal? Hè? En als je dan zegt, kan die dat? Ja, waar kunnen dat, hè? Waar gooi je gewoon heel de bazaar plat? Uw stresshormonen. En die zorgen voor een fight-or-flight-reactie. Wat wil dat zeggen? Ofwel slaagde jij die een beer op zijn neus met je mandje. Niet doen. Ofwel rende jij. En dan rent je dus keihard weg. En je kunt keihard rennen, want die stresshormonen zorgen ervoor dat je nog sneller bent. Dat je beter die bomen kunt ontwijken en dat je rent. Eigenlijk zijn de superwoman of superman. Hè? En je komt dan aan in je grot, veilig, en je valt neer op een hoop vellen.